Het is 1 januari 1930. Een bijzondere dag, want de tol op de straatweg zal feestelijk worden opgeheven en dan zal Hilligersberg voor het eerst sinds 1734 tolvrij zijn. Veel belangstellenden hebben de regen getrotseerd om daarvan getuige te zijn. In het dorp werd een optocht geformeerd met voorop herauten te paard en daarachter luxe auto's, vrachtwagens met vee, melkwagens en muziekkorpsen. Maar onderweg naar de tol aan de straatweg was al spoedig niet meer duidelijk welke auto's wel of niet tot de stoet behoorden. Aangekomen bij de tol staat de stoet volledig ingeklemd tussen de hier zich verzamelde belangstellenden. De slagboom langs het voetpad is met bloemen versierd. En dwars over de weg is een rood lint gespannen dat door burgemeester Frederik Hendrik van Kempen vakkundig wordt doorgeknipt. Omdat deze filmopnamen zonder geluid zijn opgenomen, zullen we echter nooit weten welke mooie, beloftvolle woorden door hem en de heer Jansen zijn gesproken. Mevrouw van Kempen krijgt nog snel in het gedrang een bos bloemen, waarna de herauten, begeleid door de veldwachter, door de menigte geloodst worden en de stoet nu, zonder te betalen, de weg kan vervolgen. De tolgaarden krijgen nog een handdruk voor de bewezen diensten.